Dag allemaal, we gaan verder met de Aeneis in boek 8, nu vers 608 en verder. Het laatste filmpje wat ik gemaakt heb ging over versen tot en met 369. We zijn een heel stuk overgeslagen eigenlijk, waarin de camera zwenkt naar Venus, die wederom haar zoon te hulp gaat komen om een nieuwe wapenrusting voor hem te laten maken door haar echtgenoot, Aeneas, zijn stiefvader, Vulcanus, de god van de smeden. Want Aeneas had blijkbaar geen wapenrusting meer. Vulcanus die zegt oké, en die gaat aan de slag. Intussen geeft Euander dan Aeneas de raad om een bondgenootschap te vragen aan de Etrusken daar in de buurt, in de stad Caere. Want daar heerste Mezentius, die weer een vriend was van Turnus. Maar dat was een hele vrede koning en de inwoners van Caere, laat ik maar zo zeggen, die hebben toen Mezentius weggejaagd. En die is gevlucht naar Turnus, dus dat zijn zeg maar automatisch vrienden, want Aeneas is dan de vijand van Turnus. Dus dat komt mooi uit. En om de vraag aan om een bondgenootschap kracht bij te zetten, zal Euander dan Aeneas zijn zoon Pallas meegeven met een groep ruiters. Dan is er op een gegeven moment ook nog een, komt er ergens een bliksemflits bij heldere hemel. En dat is eigenlijk een teken van Venus aan Aeneas dat zijn wapens klaar zijn en dat ze die kans zal komen brengen. Dus hij verwacht eigenlijk al die wapens. Maar ondertussen is er ook nog het afscheid wat Euander neemt van zijn zoon Pallas. En dat is een tragisch afscheid, want uiteindelijk zal Pallas sneuvelen. Sorry dat ik nu even wel een spoiler geef, maar dat komt later in de strijd. En dat lezen wij denk ik dit examenjaar helemaal niet. Maar goed, het is een tragisch afscheid. En dan komen ze inderdaad bij de Etrusken aan om daar te vragen om een hulp. En al daar komt Venus dan eindelijk naar Aeneas toe met de nieuwe wapens. En dan gaan we eens even lezen hoe dat verteld wordt. Ad Venus aeterios inter dea candida nimbos dona ferens aderat. Maar, en nu iets nieuws, hè? Ad is een sterke markering van iets nieuws. Venus, de dea candida, de stralend blanke godin, te midden van aeterios nimbos, hemelse wolken, dus als het ware, hemelse nevels. Aeterius is een bijvoegnaam wordt gemaakt van aeter, en dat betekent natuurlijk hemel in het Grieks. Het is eigenlijk een Grieksachtig woord. Goed, die Venus die ad erat, van ad esse, was aanwezig, imperfectum. Dona ferens, letterlijk geschenken brengend. Dit is een BBA van verre natuurlijk, dit is een meervoud van donum. Het leuke is aan dit versje is dat zij zelf hier Dea Candida genoemd wordt. En dat staat tussen de woorden Aeterios Nimbos. En in de werkelijkheid bevindt ze zich dus ook te midden van die Aeterios Nimbos. Dus de woordplaatsing is hier een soort van uitbeeldend om de werkelijkheid uit te beelden. En dan, natum quin valle reducta ut procole gelido secretum flumine virit, talibus ad fatas dictis se copturit ultra. En dan moeten wij om het Nederlandse volgorde te krijgen, moeten we eerst ut doen natuurlijk. Hè? En zodra zij haar zoon, daar wordt dan mijn secretum, een beetje afgezonderd, dat is een ppp van het werkwoord secernen, afzonderen, dus afgezonderd, weg van de anderen dus, in valle reducta, in een reductus is ook eenzaam. Dat is ook weer van reducere zeekern, is ongeveer hetzelfde. In een eenzaam dal. Virit zag Procul, hè, op een afstand, ver weg. Egelido flumine, dat is dan ablativus. Egelidus zeer koud, koel. En flumine natuurlijk van flumen, rivier. Dus, en die ablativus is ook bij of in eventueel. Ik denk niet dat hij eigenlijk daadwerkelijk in het water zat. Misschien is er voetjes erin. Bij een zeer koude rivier. Wat toen? Ad fata est. Ad fari deponens. Betekent toespreken. Ad af betekent naar. En fari betekent geluid maken, spreken. Niet is zij toegesproken, want het is een deponens. Heeft zij toegesproken? Wordt het actief natuurlijk. Hè? Heeft zij, moet je aanvoelen, hem toegesproken. Talibus dictis. En dictus, dictum is een woord, kan je zeggen. Iets wat gezegd is.
En Thales komt van dergelijk, hebben we ook al een keer eerder ook al gezien, dit soort uitdrukkingen. Met dergelijke woorden. In dit geval is het gewoon een ablatives van instrument, zou ik zeggen. Het gaat met. Que en zij optoelit, zij van of verre, is natuurlijk de presens daarvan. Toelie komt van verre. Net als in het Engels, to offer, betekent aanbieden. Zij bood C zichzelf aan. Dat betekent, zij toonde zichzelf. Dat is niet een andere betekenis. Ze echt zichzelf tonen, zichzelf vertonen. Dus ze vertoonde zichzelf, perfectum, ultro. Ja, deze betekenis, deze context betekent iets als zelfs. Dat laatste is een beetje interessant hier zo, dit laatste vers. Want de volgorde is natuurlijk dat ze zich eerst toont en vervolgens gaat ze waarschijnlijk spreken. Niet dat ze eerst, dat hij eerst zijn stem hoort ergens vandaan. Op een gegeven moment dan ziet hij er pas. Daar kan ik niet helemaal zeker van zijn, maar waarschijnlijk heeft hij hier een soort van om interessant te doen of iets dergelijks. Of een nadruk te leggen op dat ze zichzelf vertoont. De volgorde omgedraaid. Chronologisch gezien zou je eerst dit verwachten en daarna dat. Maar goed, dat noem je ook wel een histeron proteron. Het laatste komt eerst. Dat is wel even interessant om te noemen. En natuurlijk een enjambement hier zo. In Valerie, de zin loopt helemaal door. Goed, wat zegt ze? Laten we dat ook eens even bekijken. Komt-ie. En perfecta mei promissa coniugis arte muna. En betekent ekke, kijk. Perfecta sunt, voltooid zijn, natuurlijk een ellips van sunt. Hè. Voltooid zijn wat? De munera. De geschenken. Munera kan het ook taken betekenen, maar in dit geval is het echt geschenken. De geschenken, ja, oké. Okay. Promissa, arte promissa, dames en heren, is een ablativus. Want als je het gaat scanderen, krijg je en perfecta mei promissa coniugis arte. Dat is een lange A. En dus hoort hij als ablativus bij arte. Letterlijk door de beloofde kunst mei coniugis. Van mijn echtgenote. Nogmaals, niet de vader van Aeneas, want dat is natuurlijk Anchises. Maar wel de echtgenote, de officiële echtgenote van Venus. Stiefvader van Aeneas. Beloofde kunst. Het is een beetje raar, hè? Ja, ze had beloofd dat hij het zou maken voor hem. Maar het uiteindelijk eigenlijk de beloofde wapens. Dan zou je ook kunnen zeggen dat dit bijvoorbeeld naamwoord eigenlijk grammaticaal gezien wel bij Arte hoort. Maar inhoudelijk meer bij Moendra. Dan noem je dat ook een enallage. Enallage, verplaatsing eigenlijk. Grammaticaal gezien van het bijvoeglijke naamwoord. Promissa eigenlijk, ja, PPP natuurlijk, hè? Van promitteren, beloofd. Snap je ook wel. Dit is ook een PPP van perficere, voltooien. En natuurlijk een enjambement, heel sterk hier met dat ene woord van het laatste woord van de zin als het belangrijkste, hè, als eerste woord van het volgende vers, trekt extreem de aandacht van naar dat woord toe, naar munera toe. Goed, dan lezen we verder. Ne mox aut laurentes nata superbos aut acrem dubites in proelia postcra turnum. Ne met een conjunctivus, dubitare, a wordt e, conjunctivus presens, is hier een verbod. Terwijl een aansporing om iets niet te doen. Dus twijfel niet, mox, hè, spoedig, dus in de komende strijd, om hetzij, oud, puntje, puntje, hetzij, puntje, puntje, oud, oud, hetzij de trotse Laurentes, dat zijn de inwoners van Laurentum, een stad in de buurt van de monding van de Tiber bij Ostia, de trotse Laurentiërs, of de acrem turnum, de felle turnus, te posteren, uit te dagen in proelia. In geeft hier natuurlijk met de accusatief een richting aan. Accusatief is een meervoud hier van proelium. Een richting aan, dus waarvoor uit te dagen? Uit te dagen voor de strijd. Strijden. Nou ja, het is meervoud. Laten wij gewoon enkelvoud vertalen, is makkelijker. Nate. Vocatief is van natus. Dat is gewoon eigenlijk de PPP van Nascor, geboren worden. Maar je wordt heel vaak gebruikt in de betekenis zoon. Nata. Dochter dan dus. Hè. Ze moedigt hem aan om inderdaad tegen hem te vechten. Even wat dingen te zeggen. Deze mensen, de Laurentiërs, worden trots genoemd, superbos, omdat ze hun houding tegen opzichte van Euander en Aeneas niet bepaald gastvrij waren. Ze wilden die nieuwkomers in het land uiteraard niet zo makkelijk ontvangen. En interessant ook als je naar de volgorde kijkt. Laurentes superbos. Acrem turnum. Twee leidende voorwerpen. Eerst de naam, dan bijvolgende naamwoord. Dan eerst bijvolgende naamwoord, dan de naam. Dus dat is eigenlijk chiastisch opgeschreven. Het is niet heel opvallend, want er zijn heel veel woorden tussendoor. Maar daarom noem ik het nog niet chiasme, maar ik zeg het is een beetje chiastisch-achtig. En natuurlijk een alliteratie, proelia posque. Dat is op zich allemaal niet zo heel erg spannend.
Goed, dan Dixit. Et amplexus nati citerea pitivit arma subadversa posuit radiantia quercu. Dixit, zo sprak ze. Zien we vaker die uitdrukking. Hè? Hey, Dixit aan het begin van een vers. Gewoon, zo sprak ze. Et citerea. Dat betekent citerea. Dat is de godin van Citera. De Citerische zou je kunnen zeggen. Dat is een eiland in zuidoosten van de Peloponnesus met een belangrijke Venuscultus. Dus dit is gewoon de Venus, maar dan aangeduid met een eiland waar zij vereerd wordt. Zij Pitivit, zij ja, van Petref zoeken, vragen om, verlangen naar, streven naar, etc. De amplexus, hier accusatief is een meervoud, de omhelzingen, na ti, genitief is dan weer, dus van haar zoon. Oftewel, ze omhelste haar zoon. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Komma, geen verbindingswoorden, dus asyneton. Posuit, zij plaatste, perfectum van ponderen, de arma, de wapens, radiantia arma. Dit is een PPA natuurlijk van radiare, stralen. Hier radiantia, accusatief meervoud, onzijdig, dus de stralende wapens, de schitterende wapens, plaatste zij sub adversa quercu, onder een ja, tegenoverliggende eik, of zoiets dergelijks. Adversus is er tegenover, tegenoverliggend. Dus je kunt het ook zeggen, soebe aan de voet van een eik tegenover hem. Als het ware. Daar zetten ze die dingen dan neer. Nou, dat is op zich allemaal helemaal interessant. Natuurlijk, prima. En de asyneton heb ik al gezegd. Verder geen beeldspraak of zoiets hierin. Even kijken. Voordat ik overga naar het volgende filmpje om iets te vertellen over die, wat er daadwerkelijk op die wapenstand stond. Even kort waar Virgilius inspiratie voor deze scène vandaan heeft. Want dit is bijna letterlijk zo te vinden bij Homerus. In de Ilias, daar is op een gegeven moment Achilles zijn wapens kwijt. Omdat hij die uitgeleend had aan Patroklos. Want die wilde toch heel graag vechten. En hij dacht van als ik dan verkleed ga als Achilles. Dan denkt iedereen dat ik Achilles ben. Is iedereen bang. Dan gaan we weer winnen. Maar het enige was dat Hector hem natuurlijk moest uitdagen dan. En Hector won van Patroklos. Omdat Patroklos niet Achilles was. Goed. En toen ging Patroklos dood. En toen roofde Hector natuurlijk de wapens die Patroklos aan had. En dat waren dus die van Achilles. Dus Achilles had geen wapens meer. En dus moest hij echt wapens krijgen. Daar was heel acuut nodig, hè, die wapens. Hier is dat minder zo. Want op zich, ja, hoezo heeft hij opeens geen wapens? Het is al een beetje onduidelijk. Er wordt niet heel erg veel over verteld. Dat heb ik ook zeker niet gelezen. In de Ilias waren de afbeeldingen op het schild minder toepasselijk. Hier in de Aeneis zijn ze juist heel erg toepasselijk. Want wat we daarop zien, gaan we later lezen. Dat is eigenlijk een voorspelling wederom van de toekomst van Rome. Nou, dat is natuurlijk wat Virgilius de hele tijd doet. Het continu voorspelt de toekomst van de Trojanen en daarmee van Rome. Ook in afbeeldingsscènes, bijvoorbeeld in boek 1 op de tempel van Juno, die ze bekijken. Er zijn allemaal afbeeldingen van de toekomst van Rome. En op de tempel van Apollo in Carthago, ook allerlei afbeeldingen van de toekomst van de Trojanen en Rome. Dus dat past heel wel in het propagandistische straatje wat Virgilius bewandelt. Goed, dat even wat betreft de achtergrond van deze scène. Volgende filmpje dus gaan we verder met daadwerkelijk de afbeelding op dat schild zelf. Tot dan.